Ladies and gentlemen, this could be a final already. Drie Brabanders aan de start in de eerste heat van de achtste finale. Twan van Gent, Ivo van der Putten en Raymond van der Biezen. Mannen waar toch iets van verwacht werd op het WK. Maar het liep allemaal anders. De fietscrossers uit Brabant finishten niet bij de eerste vier en konden naar huis. Ja, ik zou nou wel het een en ander kunnen slopen, zeg maar. Maar goed, ik kan gelukkig redelijk op dit moment met mijn frustratie omgaan. Ja, ik kon er gewoon niet langs. Niet wel passeren, zo kort. En je hebt dan Julian Godev binnen je zitten. Die kan heel goed bochtjes rijden. En, ja. Ook de laatste Brabantse troef, Joris Harmsen, speelde het in de achtste heat niet klaar. Maar als je er één voor één uit ziet vliegen, misschien leg je dan net wat te veel druk op. Tenminste, daar had ik een beetje last van. Niet alleen de Brabanders faalden op het WK. Geen enkele Nederlander haalde de kwartfinale. Volgens mij ligt inmiddels de hele Nederlandse ploeg bij de elite mannen eruit. Terwijl we er allemaal gewoon goed voor stonden. En ik kan niet anders zeggen dan dat we denk ik allemaal behoorlijk zuur zijn. En dat de frustratie bij de team area behoorlijk groot zal zijn dadelijk. Dus wij hebben absoluut niks te vieren.